In deze lesvideo ga ik je uitleg geven over de drie verschillende soorten belastingssystemen. En ik ga je ook uitleggen welk effect al die verschillende belastingssystemen hebben op de inkomensverdeling in een land en dus ook op de Lorenz-curve. Nou, er zijn drie belastingssystemen die we in dit filmpje behandelen, en die vind je hier rechtsonder in de tabel. De bovenste is het progressief belastingssysteem, de tweede het proportioneel of het proportioneel variabele belastingssysteem. En de derde, het degressief belastingssysteem. Nou, laten we beginnen met de middelste. Dat is het proportioneel variabele belastingssysteem. En die wordt ook wel de vlaktax genoemd. Nou, dat heeft een reden. Omdat iedereen over zijn hele inkomen hetzelfde percentage belasting betaalt. En het maakt dus niet uit of je rijk of arm bent. Of je nou 100.000 of 30.000 euro per jaar verdient, iedereen betaalt een bepaald percentage over zijn inkomen. En dat is bijvoorbeeld 30% of 40% en het maakt dus niet uit hoeveel je verdient. Nou, dat betekent als we even in de eerste kolom kijken van deze tabel dat het gemiddelde belastingtarief dus hoeveel belasting betaal je gemiddeld nou als percentage van je bruto inkomen nou dat is dus ook bij iedereen gelijk want het belastingpercentage er is er maar één bijvoorbeeld 30% dan is ook het gemiddelde belastingtarief 30% nou iets soortgelijks geldt voor het marginale belastingtarief als je kijkt hoeveel belasting je betaalt over je laatst verdiende euro dus het bovenste gedeelte van je inkomen dat is ook bij iedere inkomen gelijk, want als er maar één tarief is, bijvoorbeeld 30%, ja, dan betaal je dus natuurlijk ook over het bovenste gedeelte van je inkomen 30%, net als over het onderste gedeelte. Dus de marginale tarief is dan dus ook gelijk, ongeacht hoeveel je verdient. Nou, en dan de laatste kolom, het effect op de inkomensverdeling. Er gebeurt natuurlijk helemaal niets, want relatief gezien, als iemand of als iedereen 30%. Belasting betaalt over zijn inkomen, gebeurt er in verhouding natuurlijk niets. Alleen als je kijkt in absolute getallen, in euro's, zal een rijker iemand, bijvoorbeeld iemand die een ton verdient en die dan 30% van een ton moet betalen, ja, dat is natuurlijk meer dan 30% van 30.000 euro. Dus in euro's betalen ze wel meer, maar qua percentage blijft alles hetzelfde. En in verhouding zullen de inkomensverschillen dus ook hetzelfde blijven. Nou, een voorbeeld van dit proportionele belastingsysteem vind je hier linksboven in de grafiek. En wat zie je hier? We hebben een horizontale as met de bruto inkomens en een verticale as met daarop de netto inkomens. Nou, stel dat we een belastingssysteem hebben waarbij de rode lijn tot stand komt. Wat zien we daar? Nou, hebben we een bruto inkomen van 1000 euro, hebben we ook een netto inkomen van 1000 euro. Dan zitten we hier op dit punt. Hebben we een bruto inkomen van 2.000 euro, dan zitten we ook op 2.000 euro netto. Nou, je ziet hier dat er geen belasting wordt betaald, omdat het bruto inkomen gelijk is aan het netto inkomen. Want bruto inkomen minder belastingen, kom je uit op een netto inkomen. Nou, zijn die twee aan elkaar gelijk, zoals bij de rode lijn, dan is er dus geen belasting. Maar stel dat we nou naar de gele lijn gaan kijken... Nou, daar is wel degelijk een verschil tussen het bruto-inkomen en het netto-inkomen, want stel dat wij hier 1000 euro bruto hebben, zitten wij op dit punt hier in de grafiek en dan blijft er nog maar 700 euro netto over. Hetzelfde geldt hier voor 2000 euro, stel dat we 2000 euro bruto hebben, dan zitten we hier in de grafiek, dat is 1400 euro netto. Er is nu dus een verschil tussen het bruto-inkomen en het netto-inkomen. Nou, stel dat we dan willen berekenen hoeveel procent belasting we betalen. Dan kijk je dus hoeveel je netto minder hebt dan dat je bruto hebt. Nou, van de 1000 euro houden we er 700 over. Dat betekent dat je 300 euro aan belasting betaalt. En op een totaal van 1000 euro heb je dus 300 gedeeld door 1000 maal 100. En dan kom je uit op een belastingtarief van 30%. Nou, en dat geldt hier ook voor de rest. Stel dat we kijken naar 2000 euro. Daar haal je 1400 van over. Dat is 600 euro belasting. 600 gedeeld door 2000 keer 100 kom je ook op 30% uit. Nou, en je ziet ook dat het percentage wat hier betaald wordt bij elk bruto inkomen hetzelfde is. Omdat we hier een lineaire lijn hebben. Hij stijgt dus heel gelijkmatig omhoog. Nou, en dit is dus een voorbeeld van een zogenaamd proportioneel belastingstelsel met één belastingtarief, oftewel 30%. Nou, laten we ook even kijken naar de tweede grafiek. Dat is een variant op het proportioneel belastingssysteem. We hebben hier nog steeds te maken met een vlaktax. Dus we kunnen hier ook nog bijzetten: dit is vlaktax. Dat geldt natuurlijk hier voor de eerste ook. Dus dit is een eentje van het proportioneel belastingssysteem. Ook dit is een vlaktax. Alleen er is een verschil. Dat zien we namelijk hier. Bij 1000 euro bruto inkomen is het netto inkomen ook 1000 euro. Dus er wordt over de eerste 1000 euro van het inkomen helemaal geen belasting betaald. Nou, dat noemen we wel een vlaktax. Want de lijn hier zo, de gele lijn, die gaat in een rechte lijn omhoog. Maar er is een zogenaamde belastingvrije voet. Dus met een belastingvrije voet. En dat betekent dat je over het eerste gedeelte van je inkomen, in dit geval 1000 euro, dat je daar geen belasting over betaalt. Nou, vanaf die 1000 euro zien we dat er wel degelijk belasting wordt betaald, want dan komt er een verschil in het bruto en netto inkomen. Nou, en ook hier kunnen we weer uit gaan rekenen hoeveel procent belasting er wordt betaald. Want als we hier van 1000 naar 2000 euro bruto gaan, dan is er een toename dus van het bruto inkomen van 1000. En dan zien we dat het netto inkomen van 1000 naar 1550 gaat. Er is dus een toename van 550 euro op een toename van 1000 euro bruto gezien. Dat betekent dat er van de 1000 euro bruto 450 euro belasting wordt betaald. Dus dan krijg je... 450 euro belasting gedeeld door een toename van het bruto inkomen van 1000 keer 100 en dan kom je natuurlijk uit op 45 procent. Nou, dat geldt ook voor de rest. Als we van 2000 naar 3000 bruto gaan, komt er ook weer 1000 euro bij. Van die 1000 hou je een verschil over van 2100 min 1550. Dat is natuurlijk 550 euro weer komt erbij. Dan betaal je dus weer 450 euro belasting. En ook dat komt neer op een belastingpercentage van 45%. Nou, dat is de vlaktax en dus het proportionele belastingssysteem. Vervolgens gaan we nu even een kijkje nemen bij het zogenaamde progressieve belastingssysteem. En het progressieve belastingssysteem vinden we hier rechtsonder in de tabel bovenaan. En het kenmerk van een progressief belastingssysteem is de uitspraak: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En dat betekent eigenlijk dat als je meer inkomen verdient, je uiteindelijk ook in procenten meer belasting gaat betalen. Dus je gemiddelde belastingtarief in procenten gaat omhoog. Dus die stijgt bij een stijgend inkomen. Krijg je meer inkomen? Of krijg je meer bruto inkomen, dan betaal je dus gemiddeld van dat bruto inkomen een hoger percentage aan belasting. Wij bereiken dat in Nederland met ons zogenaamde schijfstelsel. Daar hebben we schijf 1, 2, 3 en 4. En dat heb je mogelijk al gezien in het filmpje over de inkomstenbelasting in box 1. En naarmate je meer verdient, gaat het bovenste gedeelte van je inkomen komt in een hogere schijf. Met een hoger belastingpercentage. Nou, en dat is dus een progressief belastingssysteem. Dat betekent ook hier voor de tweede kolom het marginale belastingtarief zal daardoor steeds hoger worden. Want zit jij met jouw inkomen bijvoorbeeld in de derde schijf in plaats van in de tweede schijf, ja, dan is jouw marginale belastingtarief, het tarief wat je betaalt over de top van je inkomen, is dan natuurlijk hoger. En zit je in de vierde schijf, dan is in Nederland je marginale belastingtarief zelfs hoger dan 50%. Nou, welk effect heeft dit op de inkomensverdeling? En welk doel hebben wij in Nederland met ons progressieve stelsel? Nou, dat is het zogenaamde nivelleren. Nivelleren betekent dat de inkomensverschillen, de relatieve inkomensverschillen, kleiner worden. En dat betekent ook dat de Lorentz curve dichter bij de 45-graden lijn gaat komen. Dus we heffen een belasting. De rijkste mensen betalen meer belasting, zowel absoluut als in procenten. En een deel van het geld zal uiteindelijk terugvloeien. Met bijvoorbeeld uitkeringen naar de armere mensen. Die worden daarmee dus gesteund. Nou, een voorbeeld van dit progressieve belastingssysteem vinden we hier rechtsboven in de grafiek. Dus dit is het progressieve belastingssysteem. Nou, en daar zie je ook dat die gele lijn, dat het geen rechte lijn meer is, maar hij vlakt langzaam af. Er zit een bepaalde kromming in. Nou, en dan kunnen we dus verschillende tarieven, verschillende belastingpercentages gaan, gaan ontdekken in deze grafiek. Kijken we bijvoorbeeld naar de eerste 1000 euro bruto, dan houden we daarvan 900 euro over. Dat betekent dat we 100 euro belasting betalen. Nou, dan krijg je dus over de eerste 1000 euro inkomen 100 euro belasting, gedeeld door 1000 euro keer 100, en dan kom je natuurlijk op een belastingpercentage van 10%. Over de volgende 1000 euro hebben we echter een ander tarief. Want als we van 1000 naar 2000 euro bruto gaan, is de toename van ons netto inkomen van 900 naar 1600. Dan komt er dus 700 bij. Dus van de 1000 euro extra houden we maar 700 over. Dat betekent dat wij. Daar 300 euro belasting betalen. En dan krijg je dus 300 euro gedeeld door 1000 keer 100. En dan zitten wij op een belastingtarief van 30%. Dus verdien je meer, dan zie je dus ook dat het belastingpercentage hier omhoog gaat. Nou, en over de. Derde 1000 euro, dus gaan we van 2000 naar 3000 euro bruto, weer een toename van 1000, houden we zelfs nog minder over, van 1600 naar 2100, dan houden we dus van deze 1000 nog maar 500 euro over. Dat betekent dat we 500 euro belasting betalen. En dan is het tarief 500 gedeeld door 1000 keer 100, dan is dat zelfs 50%. Nou, hier zie je dus dat de tarieven, naarmate je meer verdient, zullen de belastingtarieven ook omhoog gaan. Nou, laten we vervolgens ook nog even kijken naar het derde en laatste systeem hier, het degressieve belastingssysteem. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van het progressieve belastingssysteem. Hier heb je namelijk naarmate je meer verdient, ga je procentueel gezien minder belasting betalen. Dat is in Amerika in de Verenigde Staten bijvoorbeeld het geval. Dus je gemiddelde belastingtarief gaat ook dalen naarmate je meer verdient. En datzelfde geldt voor het marginale tarief. Dus het bovenste gedeelte van je inkomen betaal je uiteindelijk minder belasting over in procenten. Nou, en het effect daarvan op de inkomensverschillen in een land, dus de inkomensverdeling, die wordt ook schever. Nou, en in plaats van nivelleren noemen we dat denivelleren. Dus de relatieve inkomensverschillen worden hier zelfs groter. Nou, waarom ze dat doen, dat is mij zelf ook af en toe nog een raadsel. In Amerika willen ze dus ja eigenlijk met hun belastingbeleid de rijkere sparen daar vinden ze dat de mensen die ook heel veel verdiend hebben dat ze dat ook verdienen en dat ze daar dus minder belasting over hoeven te betalen maar dat leidt er dus wel toe dat de inkomensverdeling in het land veel schever wordt en dat arme mensen en rijke mensen dus een heel groot verschil in inkomen hebben nou, een onderzoek laat zien, en daar heb ik het in een eerder filmpje al een keer over gehad, dat die inkomensverschillen negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld op meer criminaliteit en meer ellende in het land en meer ongelukkige mensen op het moment dat die inkomensverschillen kleiner zijn. Nou, laten we tot slot even een plaatje van de Lorenz Curve erbij pakken. En daarvoor gaan we even naar beneden. Nou, hier zie je de 45 graden lijn. Als dit de Lorenz Curve zou zijn... Dan heb je een totaal gelijke inkomensverdeling. Dan verdient iedereen evenveel. Vervolgens kunnen we naar de gele lijn kijken. Dat is het primaire inkomen. Dat is voordat er belasting is betaald. Dat noemen we ook wel de primaire Lorentz curve. Nou, stel nou dat wij, en daar gaat dit plaatje over, dat we een progressief belastingssysteem hebben. Dan moeten de inkomensverschillen dus kleiner worden. De relatieve inkomensverschillen. En dan komt de Lorentz curve dus dichter bij deze 45-graden lijn. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. Na belastingen verschuift de gele lijn. Die verschuift hier naar de rode lijn toe. En dat is dan de secundaire Lorenz curve. Na inkomensherverdeling. Dus nadat de belasting is betaald en dat veel mensen bijvoorbeeld hun uitkering hebben ontvangen. Dus dit is het effect op de Lorenz curve als we een progressief belastingssysteem hebben. Zouden we een degressief systeem hebben, dan zie je juist dat de secundaire Lorenz curve, deze rode lijn, die zou dan hier aan de andere kant van deze gele lijn komen te liggen. Dan zou de buik Van de Lorenz curve, de kromming, die zou juist nog krommer worden en verder van de 45 graden lijn afkomen te liggen. Dus dat is het effect van die verschillende belastingstelsels. Nou en natuurlijk tot slot, wat zal er gebeuren met een proportioneel belastingssysteem? Dan zou de primaire Lorenz curve gelijk zijn aan de secundaire Lorenz curve. Dus dan verschuift die helemaal niet, en dan blijven de inkomensverschillen blijven gelijk.